te besluiten of je zo'n maagband neemt of niet. Want neem je ook niet zomaar. Hoor. Nee. Dat is een heel traject. Ik ben 30 jaar bezig geweest om af te proberen te vallen. En dat lukt je niet. Dus er is wel wat aan de hand. Het is niet zomaar van, oh, dat doe je even. Je hebt een behoorlijke. Je zit behoorlijk ver in de problemen op een gegeven moment. Nou ja, dat is ook een van de dingen die ik betoog in mijn boek. Ja. Ik wil dat er een soort begrip komt voor het feit dat mensen op een gegeven moment niet meer kunnen afvallen met diëten. En dat bijna niemand kan afvallen door diëten, vind ik, denk ik. En dat als mensen dan echt zo zwaar worden, dat er niks anders op zit op een gegeven moment dan een maagverkleining. Dat begrip moet sneller komen, zeg maar. Maar als je kijkt naar die beelden, hè, van die operatie, het is wat jij zegt, het is echt een forse ingreep. Ja. Ik bedoel, ik ben geen dokter, maar als je ziet wat er gebeurt, de maag voor een deel gehalveerd, de darmen worden verlegd, knopen worden ingelegd. Dit is de gastric bypass, dat is de operatie die Jack gehad heeft. Ja. Ik heb een andere gehad. Ja, jij liet net het filmpje zien van die maagband, dat is iets anders. Dit is wat ik gehad heb, dit is de gastric sleeve. Dan wordt dus de maag verkleind tot een model banaan, zeg maar. 80% van de maag wordt er afgehaald. En verder blijft het allemaal intact zo, het maag-darmkanaal. Kan je nog steeds te veel eten met deze maag? Ik kan niet te veel eten. Wat gebeurt er dan? Dan ga ik over mijn nek, zoals het heet. Bij jou, Jack? Ik kan alles eten. Ik kan hele goede. Ik eet even wel als mijn vrouw. Ik eet normaal eigenlijk niet. Maar ik kan echt 8 gangen eten, maar dan rustig. En in plaats van vroeger nam ik 10 granalen en nu neem ik er 2. Maar ik eet alles, wat ik heb belang van. Ik hou zo van eten. En ik ben zo blij dat ik dat niet op heb hoeven geven. Maar het probleem, kijk, je ziet af en toe van die kinderen, van die hele dikke kinderen. Dat je denkt, oh, wie helpt die kinderen nou? En als je niet geholpen wordt, dan word je steeds erger. En op een gegeven moment kun je jezelf niet meer helpen. Want heb je 30 jaar lang een probleem gehad. En het barst overal van het vet. Alles wat je ziet. Kijk, die reclame. Het is alleen maar suiker. En al die troep die in limonade zit. Weet ik veel. Het wordt je niet makkelijk gemaakt. En vooral als je dat probleem hebt. Want dat heeft niet iedereen. Maar een aantal mensen hebben dat probleem. Dan kom je daar op een gegeven moment echt niet meer uit. En dan kun je geholpen worden, kun je een aanzet krijgen. Ik loop weer 5 kilometer per dag met mijn hond, vind ik geweldig. Ja. Ik speel beter dan ooit, ik ben acteur. Ik op een gegeven moment was zo kapot, zo moe, dat sloopt je zo. De hel is dan, dat is heel sterk uitgedrukt, het was verschrikkelijk. En toch, kennelijk is het, de kritiek is natuurlijk van, ja, je moet ook eerst zelf proberen. Ja, nou, je hebt het 30 jaar geprobeerd. Jij zegt eigenlijk, kunnen heel weinig mensen zijn in staat om het zelf voor elkaar te krijgen. Ja, het is de biologische aandrang tot eten, die kan bijna niemand beheersen met wilskracht. Mm-hmm. Daar komt het in de nood.